B+C bestaat 10 jaar en daarom heeft de organisatie 10 dagen lang tal van activiteiten om dat jubileum luister bij te zetten. Midden in die feestelijke periode ook een extra feestelijke handeling. De officiële heropening van de bibliotheek in de Merenwijk. Of eigenlijk geen bibliotheek, maar een heuse vestiging van B+C. De eerste zelfs, zei directeur Willem van Moort. Een pilot die we ook in de rest van de stad gaan uitrollen. De officiële heropening werd vanmorgen verricht door 2 wethouders. Die van Wijken, Marleen Dame, en die van Cultuur, Robert Strijk. We hebben er natuurlijk voor gekozen om deze heropening te doen in het 10-jarig bestaan. Dus we zijn erg trots op 10 jaar en we zijn ook erg trots op deze vestiging. Maar heel veel eerder had het ook niet gekund, begreep ik, want jullie waren nog aan het klussen deze week. Er moest heel veel aan gedaan worden en zo gaat dat vaak met klussen. Op het laatste nippertje dan moeten er nog een heleboel dingen gebeuren. Moet het nog even afgewerkt worden, moet net de finishing touch komen. En dat hebben we allemaal voor elkaar gekregen, dus het ziet er prachtig uit. We zijn op een beetje een verstopt plekje in de Merenwijk. En dat is wel een beetje tegen jullie zere been. Hè? De vestiging van de bibliotheek van B+C in de Merenwijk is niet heel erg zichtbaar nog. Nee, wat ons betreft kan die veel zichtbaarder. En wij zouden het ook prettiger vinden als die op een zichtbaardere plek in het centrum zou zijn, in de Kopermolen. Want we willen echt de huiskamer zijn van de wijk. En de huiskamer die verstopt je niet. De huiskamer daar loop je toevallig langs en loop je ook naar binnen. U heeft veel contact gehad als cultuurwethouder met deze organisatie de afgelopen jaren. Want er was zelfs sprake van dat het hier dicht zou moeten. Ja, en dat was men duidelijk niet met ons eens, zeg maar, in de Merenwijk. Dat hebben we goed gehoord. En wat ik er dan leuk aan vind, maken we dus de stap voorwaarts. Want er was ook wel het beeld dat het niet zo moest blijven als het was. Zeg maar een wat verstopte ruimte waar je alleen een boek ging halen en die met beperkte openingstijden was. We wilden veel meer dat het echt een plek van ontmoeting zou zijn. Waar je dus ook je boeken kan halen en kan voorlezen. Maar ook naar die film kan kijken of s'avonds naar een lezing kan luisteren van iemand in de buurt die heel veel weet over Japan of over een bepaalde kunststroming. Nou, en dat is het nu geworden. Dus als je hier binnen kijkt en rondkijkt, dan zie je ook echt, het is een hele leuke, frisse, open ruimte. En die echt een huiskamer kan zijn van de Merenwijk. Het was een duidelijke bibliotheek. En het is nu echt een volwaardige vestiging van B+C geworden. Waarbij we al onze functies die we hebben als B+C hier kunnen uitvoeren. En u zei eigenlijk net in uw toespraak de eerste vestiging ook, een pilot. Ja, we zijn hier begonnen als pilot. We willen dat gaan uitrollen over de hele stad. Wij zijn natuurlijk al langer aan het nadenken over de toekomst van B+C. En het is juist mooi dat een vestiging, zoals Willem van Noord zelf ook zei, die eerst op de nominatie stond om gesloten te worden. Nu eigenlijk de pilot of het toekomstbeeld is van wat een bibliotheek in de toekomst kan zijn. En hier nu al is. Een bibliotheek is een plek waar je kennis kunt halen en boeken kunt lenen. Een vestiging van B+C, daar komt nog meer bij kijken. En dat is kennis maken met kunst en cultuur en het ook vooral zelf doen. Zelf muziek maken, zelf schrijven, zelf dansen, zelf schilderen. Ruimere openingstijden, als het aan mij ligt, worden die nog steeds ruimer. Maar het is natuurlijk ook een financiële kwestie. Want als je open bent, heb je personeel nodig. En dus dat is altijd nog wel een lastige. Nou, wat ik heel mooi vind, is dat het dus zoveel meer is dan alleen het lenen van een boek. Hè? Het is elkaar ontmoeten, het is cultuur. En wat ook heel mooi is hier, de huiswerkklas vindt boven in een van de lokale plaats. Dat is een andere pilot van de gemeente. Ja, we piloten wat af. En bedoeld voor kinderen die moeite hebben om zelf huiswerkbegeleiding te betalen, maar dat wel nodig hebben, die kunnen dat hier krijgen. Contact is heel erg belangrijk en dat zie je heel goed in deze vestiging, want we hebben veel contact met de wijkvereniging. De wijkvereniging heeft met ons meegedacht, hoe kunnen we deze vestiging optimaliseren? En dat is een buitengewoon goed punt van contact.